Hallo, goed dat je weer kijkt naar een vlog. We maken even een uitstapje naar buiten toe. Want we gaan de buitenverlichting ophangen. En ik heb hier allemaal dozen met lampen en lampjes en verlichting. Want wat we gaan doen, we gaan aan de ene kant van het huis bij de oprit komen 4 dubbele lampen te hangen, een dubbele spot. En aan de andere kant van het huis, waar je dus eigenlijk niet komt, die begint al met boren, komen enkele spotjes te hangen. Want daar is en het huis niet zo hoog, dus dan is een dubbele een beetje onzin. Dit is de simpele dubbele spot die we gaan ophangen. En dat gaan we doen met, toch merken noemen, Philips Hue. En voor degene die Philips Hue niet kennen, Hue kun je dus via een app met alle mogelijke maten, instellingen, lichtsterktes, lichtkleuren, noem het maar op. Je kan het zo gek verzinnen als je wil, kun je dus je lampen instellen. Dus we hebben een aparte sensor. Je hebt een lichtsensor die dus aanslaat op het moment dat je daar aankomt buiten bij het huis. En dan kan je dus zeggen van, oeh, ik wil het zo en zo hebben. Wat ik hier net gedaan heb, is even setjes maken. Setjes van de lampen die dus straks in deze dubbele buitenlamp terechtkomen. En je ziet op die Hue lampjes dus een QR-code staan en een serienummer. En daarmee kan je ze straks dus in je app installeren. Dus ik heb van even setjes gemaakt, foto's van de setjes gemaakt. En dan kan ik zo meteen heel makkelijk, denk ik, de lampen in de app zetten. Maar dit zijn die andere lampjes die we hebben. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan enkelvoudig. Dus die schijnt alleen naar beneden. Dan loop ik even naar de meterkast. Want wat jullie net niet gezien hebben, is dat ik al de bridge. Ik heb de bridge geïnstalleerd. De bridge hangt hier nu. Dat is dit kastje. En de bridge doet al wat hij zegt eigenlijk. Het is een brug, vormt hij tussen de lampen en het internet. Dus de bridge gaat in stopcontact en de bridge gaat met een ethernetkabel naar je router toe. Tot zover de technische kant. Trouwens, wij zijn dus ervaringsloos met Philips Hue. Dus mochten jullie briljante tips hebben en zo voor het instellen voor buiten om je huis, altijd welkom. Gaan we nu even bij Diet kijken hoe het daarvoor staat. Want die is buiten al in de weer. Ja, betrapt. Waarop? Hier komt het allemaal. Betrapt op de trap. Betrapt trap. Hier komt de eerste. Dan kun je in de regen met elektra wezen. En je hebt de stroom eraf toch? Ja. Nee, want alles brandt nog in de meterkast. Alles brandt toch nog in de meterkast? Moet de stroom er niet af? Het is er al. Oh, nou dan weet ik het ook niet meer. Je hoeft nog niet alle groepen uit te zetten als je met één groep bezig bent. Dat zei je net. Dat alles eraf moest. We moeten uiteindelijk ook die kant eruit. Maar de groepen zijn gesplitst toch? Ja. Het past allemaal natuurlijk maar net. Ik ben hier ook geen fan van. Kroonsteentje. Waarom niet? Gewoon. Hou je niet van kroonsteentjes? Ik hou niet van kroonsteentjes. Genau. Wat had je net geboord? Gaatjes. Voor de lamp op te hangen. Ja. Heb je al verteld waarom je niet klust? Nee. Doe dat maar even. Moet dat hier buiten? Voor mij niet. Maar je wil. Oké, dit is een cliffhanger jongens. Ik vertel straks waarom ik zo weinig klus. Die wil eigenlijk ook niet meer klussen. Hij heeft er gewoon geen zin. Zou ik de hele maand december zijn we ongeveer ziek geweest. Wat zei je nou? Dat je geen zin hebt. Vandaag niet, nee. Nee. Maar zo'n vrouw die dwingt je om te klussen. Alles ja. Van eten. Kijk, hier sta ik met mijn zweep. Of moet je zonder eten naar bed vanavond? Je ziet er heel gedwongen uit. Ik ben al helemaal magertjes geworden dit jaar. Ja, van je diarreeën. Van mijn diarreeën. Daar komt dus de eerste te hangen. Dan komt er hier nog eentje voor het hek. Dan komt er daar net eentje na het hek. En dan zelfs nog eentje daar op de hoek. Wat een licht zullen we krijgen. Nou, het kapje zit erop, lampjes erin. Ze doen altijd die schroef zo dicht bij de muur. En dan is dit schroefdraaier, zit er altijd scheef voor. Dat was hem bijna. Onhandig. Nou ja, het gevaar is gewoon dat je hem scheef erin draait. Ja. En dan verkloot je het schroefdraad. Ja. Ik denk dat ik dat boven al gedaan heb. Dat zit ook echt super goed vast. De sfeer zit er goed in. Als je de goedkoopste armaturen uitzoekt die je kan vinden. Komen er wel.
Ja, maar dit is gewoon weer verkeerde bezuinigingen. Dat is niks. Volgende langere trap. Nou, je gelooft het niet, maar ze hangen alle vier. Ja, eentje doet het niet. Het is 4 uur, maar het is eigenlijk al donker. En we worden gewoon af en toe geteisterd door miezerde motregen. En dat is gewoon echt de reden. Die kroonsteentje zit gewoon niet goed vast. Nee. En dan vind ik het gewoon niet fijn. Dan moet je het platte schroevendraaitje. Het is gewoon allemaal... Frummel de frummel. Ja, sowieso niet mijn favo. Frummel dingen. Ik kan het gewoon niet meer. Je maakt dit niet blij met frummel dingen. Ik word er te oud voor. Nou ja, je vingers doen het gewoon niet zo goed. Ik voel het niet meer. Plateau met eelt. Huh? Ja, dat valt ook wel mee. Kloven. Gewoon zo vaak kloven en zo vaak stuk geweest. Op een gegeven moment houdt het op. Kijken of die schroeven bij de schroef te liggen. Eentje, denk ik. Oh, die zwarte. Ja. Schroef. Lampjes, ook niet onhandig. Kijken welk nou ook alweer qua serienummer ik boven bedacht had. Deze is boven. Ja, 1A is boven. Klik. Kapje erop. Nat kapje erop. Oh nee, het gaat nog harder regenen. Er komt een plens. Ja, ja. Schiet op. Schiet op, zegt de mevrouw Schiet die op. Staat te kijken. Bah, jongens. De groep mag erop. En? Ja. Dat werkt. Ja. Het doet het. Is het leuk? Ja, toch? Met bouwlamp erbij. Nou, kijk nou. Leuk, hè? Leuk, hè? Alleen de timing is gewoon een beetje slecht. Ja, dat is wel gezellig. Kunnen we het nu lekker gaan instellen en zo. Allemaal instellen. Schemaatjes. Moeten we de sensor nog ophangen. Maar goed, we zijn op de helft. De andere helft van het huis moet nog. Ja. Toch? Nou, we zijn toegekomen aan de laatste lamp voor nu dan. We hebben hier een buitenlamp voor gehaald. Dat is deze. En dan met een andere fitting. Dat hebben ze ook in Yui, dus dat is helemaal mooi. Voor heb ik hem al opgehangen. Maar ja, om dan met de camera voor de deur een beetje gaan staan praten, vind ik ook weer een beetje vreemd. Jean zou het zeker doen. Ik niet zo snel. Dus hier komt moet de laatste komen. Dit is nog oud. Dat zat hier in de serre. Zat hier wat lichtpuntje en zo. Dus dit moet nog weg. Deze gaan we gebruiken weer voor eventueel een opladen voor een fiets. Dus daar moet nog een draad naartoe getrokken worden. Maar dit is in ieder geval nu aan de orde. Die loopt binnen naar de centraaldoos toe. Die moet ook nog aangesloten worden. Dus dat moet ik straks allemaal even aan elkaar verleggen. Die komt hier dan uit. Dus we hebben voor de rest ook overal opgeschreven waar we hem naartoe gelinkt hebben. Als er wat is dat we weten welke doos of in welk stopcontact, achter welk stopcontact we moeten zijn. Dan hopen we dat we niet veel storing krijgen. Je weet natuurlijk nooit. Het is altijd met vocht buiten. We hebben ons best gedaan om te voorkomen. Alles is geaard, dus nu ga ik deze nog even ophangen. En voor nu is dat ook gewoon fijn, want hier hebben we nu geen licht. Dit is gewoon handig, we kunnen hem even aanzetten als we hier iets bij moeten zijn. Want zoals je ziet is die super netjes opgeruimd. Dus ja, zo gaat het af en toe. Bij ons in ieder geval. Nou, hij zit naar mijn weten goed aangesloten. Ik kan het nu niet checken, want er zit nog geen stroom op. Maar het ergste wat er kan gebeuren, is dat hij er nog even open moet. We hebben hier een hele mooie lamp van Yui, die er ook in past. Dat is natuurlijk altijd het mooiste aan de armaturen, dat van die hele mooie stickers op zitten. Dus die moet ik maar even afpulken. Maar wat ik vooral had gemerkt, is dat er echt dat het lastig gaat en dat er ontzettend veel plak achter blijft.
Dus ik moet even met een sticker verwijderaar aan de gang, want dat is natuurlijk geen gezicht. Je ziet het er doorheen als de kap erop op zit. Dus heerlijke klusjes, altijd. Je hebt van die mooie stickers die ze altijd op het glas doen. En die krijgen er altijd redelijk eenvoudig af. Dan zal dit er onderhand al heel lang op zitten, verwacht ik. Maar dit is gewoon waardeloos. Dus even boenen. Ik ben al zo goed in dit soort dingen. Dat is echt heerlijk. Klusje voor Chant eigenlijk. Maar ja, stikken verwijderaar. Dat is niet zo heel lekker. Pukkie. Pukkie. Nou, ik heb er even wat stroom op gezet. Kunnen we, als het goed is, kunnen we hem ook nu vinden, want hij staat nu gewoon aan. Dat is Chandra afdeling in dit geval. Ik heb het hier van elkaar geslingerd voor nu. Ik moet nog wat meer draden bij. Hier buiten zit er nog eentje. Die zien we nu niet. Die gaat daar naar buiten. Dus de taak aan Chand om het even in te stellen allemaal. Ik kan er echt superveel mee, dat moeten we ook nog even goed bekijken. Tips zijn welkom, wat we allemaal kunnen doen. We hangen nog een sensor er in ieder geval voorop. Waarschijnlijk laten we nog eentje op het looppad, even kijken hoe het bevalt nu. Waarschijnlijk heeft Jan dit allemaal al gezegd, maar dan weten jullie het voor de tweede keer. Nou, en dan laat ik ook aan de klusvrouw het woord om een eind eraan te breien aan deze vlog. Nou, jullie horen het. Ik ben gesommeerd een eind te breien aan deze vlog. Dus dat gaan we dan maar doen. Maar ik wil jullie nog even kort laten zien wat ik nou in die app gedaan heb met die instellingen van die lampen. Kijk, hier, ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Dit is de app. Dus ik heb groepen aangemaakt met verschillende lampen van buiten. Dus ene kant van het huis het looppad, andere kant de oprit. Nou, die oprit hebben jullie gezien, dus die ga ik even als voorbeeld nemen. Dan heb je hier dus al die lampen staan van die oprit. En die kan je dan allemaal zo zeggen van, oh, dat zijn dubbele spots. Dus vandaar ook 8 lampen voor in wezen 4 lampen, want dat zijn natuurlijk 8 verschillende spotjes. En die kun je allemaal tegelijk instellen als groep. En dat is wel grappig, je kan dus allerlei soorten dingen in je galerij kiezen. Daar kan je echt helemaal los met van alles. Natuurlijk licht rusten, concentreren, ontspannen. Dat wil ik wel eigenlijk. Nachtlampje, helder, gedimd. Dus ik heb ze nu maar voorlopig even op gedimd gezet. Want ik vind ze fel zat als je buiten bent. En als we dan straks die sensor ook hebben hangen. Dan kan je dus zeggen van, hey, oké, je ziet mij dat ik thuis kom. Dus dan gaat hij van gedimd, gaat hij gewoon hop, vol gas, geeft hij lekker licht bij. Handig als je je sleutelgat van je deur wil vinden. Maar je kan het hier echt helemaal gek maken met van alles en nog wat in die scène galerij. Het is gewoon eigenlijk, als je mij vraagt, is het gewoon te veel. Je hebt dus zelfs sneeuwschittering voor de winterdagen. Dan gaat hij zoals fonkelend kaarslicht, ga je lampen aan en uit. Je verzint het niet. En dan heb je dus hier allerlei automatiseringen die je kan instellen. En daar kun je dus kiezen van, doe maar aangaan als de zon onder is. Je kan echt alles handmatig, je kan het zo gek niet bedenken, invullen hoe je het wil hebben. En hij kan dus ook zien op basis van je locatie, van jawel, je telefoon, of je thuis komt, ja of nee. Dus dan heb je standje thuiskomen. En als je dan thuis komt, dan gaat hij ook gezellig zo alle lampen voor je aandoen. Ja, ik moest het eind maken en nog even wat laten zien van jou. Dus dit heb ik ook gedaan. Dit gaan we gewoon uitproberen hoe het werkt. En als het niet werkt, dan passen we natuurlijk aan. Toch? Zeker. Ben je al blij met het licht en zo? Ja, van wat je ziet buiten? Vind je het wel lekker? Het is wel lekker dat je 's morgens een beetje licht hebt. Ja. Hij gaat natuurlijk om 5:30 naar zijn werk. Nee, niet overdrijven. Nou, 5:45 dan. 6:00. En dan 6:00 kort over 6 aan, dus. Echt niet. Maar wel. Ja, toch? Ja. Pas het aan, man. Hoeft wel niet. Ja. Dus. Maar voor degenen die aan het begin van dit filmpje de cliffhanger hebben onthouden. We hebben niet alleen de lichtjes buiten. Er komt ook een nieuw lichtje in huis. Zeker. Als het een lichtje is. Ja. Colin wordt grote broer. Wij krijgen dus nog een kindje erbij. Dit voorjaar ergens. In mei. Ja,
Dus zoals jullie merken, het schiet weinig op met de filmpjes. Diet is aan het krallen om de bijkeuken nou, te krijgen. Niet. Nou, jawel. Ja, gewoon af en toe, maar gewoon rustig. Ja, we doen af en toe wat. Je probeert toch een beetje een paar uurtjes te pakken hier en daar. Ja. We doen wat we kunnen. En Jan is ook wel heel moe in het weekend, dus dan kan ik en we ook niet altijd in het weekend. We hebben nu eigenlijk sinds deze week dat die kleine jongen voor het eerst door begint te slapen. Dan zijn we dus anderhalf jaar verder. Ja. Ja. Dus dat helpt ook niet altijd mee, zeg maar. Dat je dan dit heel vaak in bed bent s'nachts. Om s'avonds nog vlogs te maken, bijvoorbeeld. Nee, het is gewoon pittig. Ingewikkelder. Ja, zo is het. Verbouwen, fulltime werken, kind die niet slaapt. Studeren, ik heb nog een studie. Nieuwe functie. Een nieuwe functie. Er gebeurt niet weinig. Nee, zeker niet. Nee. Maar wel leuk. Nou, heel erg leuk. Dat was hem dan, hè, weer over het privéleven naast het klusleven. Oh, en we gaan wel weer leuke dingen doen, want je bent al verder in de bijkeuken. En ik ben iets aan het uitzoeken, namelijk hoe we ons regenwater uit die gigantische kelder onder ons huis kunnen gaan hergebruiken. To be continued. Zo is dat. Doei! Doei! Namens ons vieren. 3,5. Doei!